De meisjes van K3 staan voor een heel drukke periode. De musical van De Drie Biggetjes staat voor de deur. Ze gaan die musical ook in Nederland brengen. Julia Bosman, Marte de Pellissien en Hanne Verbrugge staan voor een drukke periode. De musical De Drie Biggetjes komt eraan. Voor K3 is dat meteen van een drukke periode. Wat het allemaal extra uitdagend maakt voor Hanne is dat ze met Julian ook een zoontje heeft. In het laatste nieuws legt Hanne uit hoe ze dat allemaal gaat aanpakken. Afgelopen toer is het ook wel gelukt. Julian is soms mee backstage geweest. Ik denk dat die nu opnieuw af en toe mee zal komen en achter de schermen zal zijn. Aangezien het vorige keer gelukt is, denk ik dat het nu ook wel goed zal komen. Ik word daar ook wel heel hard in gesteund en door de week heb ik altijd wel tijd om in te halen en een beetje uit te rusten. Naar de shows kan hij meekomen kijken. Op maandag en dinsdag ben ik dan gewoon mama. De musical De Drie Biggetjes belooft een spectaculair spektakel te worden vol vrolijke liedjes en kleurrijke kostuums. Het belooft een onvergetelijke ervaring te worden voor jong en oud. Met de toevoeging van Nederland aan hun tournee kunnen nu ook de Nederlandse fans genieten van deze bijzondere show.